Dagelijkse woorden van God. Hoe Satan gebruik maakt van wetenschap om de mens te verderven. Wat is wetenschap? Geniet wetenschap niet bij zowat iedereen hoog aanzien? En wordt ze niet door vrijwel iedereen als diepzinnig beschouwd? Ja, dat klopt. Wanneer wetenschap ter sprake wordt gebracht, hebben mensen dan niet het gevoel: dit is iets dat gewone mensen niet kunnen begrijpen. Dit is een onderwerp waar uitsluitend wetenschappelijke onderzoekers of experts zich mee bezig kunnen houden. Er is geen verband met ons, gewone mensen? Is er misschien niet toch een verband? Ja. Hoe maakt Satan gebruik van wetenschap om mensen te verderven? We zullen het alleen hebben over dingen die mensen regelmatig tegenkomen in hun eigen leven. Heb je wel eens van genen gehoord? Jullie zijn allemaal bekend met deze term, nietwaar? Werden genen door de wetenschap ontdekt? Ja. Welke betekenis hebben genen nu precies voor mensen? Geven ze mensen niet het gevoel dat het lichaam een mysterieus iets is? Wanneer mensen kennis maken met dit onderwerp, zouden er dan geen mensen zijn, vooral de nieuwsgierigen, die er meer over willen weten en meer details te weten willen komen? Deze nieuwsgierige mensen zullen hun energie op dit onderwerp richten en wanneer ze niet druk zijn met andere dingen, zullen ze om meer details over het onderwerp te leren informatie opzoeken in boeken en op het internet. Wat is wetenschap? Eenvoudig gezegd is wetenschap het geheel van ideeën en theorieën over dingen waar de mens nieuwsgierig naar is. Naar dingen die onbekend zijn en hen niet door God zijn verteld. Wetenschap omvat de ideeën en theorieën over de mysteries die de mens wil onderzoeken. Wat is de scope van de wetenschap? Je zou kunnen zeggen dat het alle dingen omvat, maar hoe voert de mens het wetenschappelijk werk uit? Door middel van onderzoek? Het omvat het onderzoeken van de details en wetten van deze dingen en het daarna poneren van dubieuze theorieën waarvan iedereen denkt: deze wetenschappers zijn werkelijk fantastisch. Ze weten zoveel en hebben zoveel kennis om deze dingen te begrijpen. Mensen hebben zoveel bewondering voor wetenschappers, nietwaar? Mensen die wetenschappelijk onderzoek doen, wat voor soort denkbeelden houden zij erop na? Willen ze niet het universum onderzoeken? De mysterieuze dingen op hun interessegebied onderzoeken? Ja. Wat is hiervan het uiteindelijke resultaat? Bij sommige wetenschappen trekken mensen hun conclusies op basis van vermoedens. Bij anderen vertrouwen mensen voor hun conclusies op menselijke ervaring. En bij weer andere takken van wetenschap trekt men conclusies op basis van ervaring of observaties van de achtergrond of de geschiedenis. Klopt dit? Ja. Dus wat doet wetenschap voor mensen? Wetenschap laat mensen objecten alleen in de fysieke wereld zien en bevredigt slechts de nieuwsgierigheid van de mens. Het laat mensen niet de wetten zien waarmee God heerschappij uitoefent over alle dingen. Het lijkt alsof de mens door middel van wetenschap antwoorden vindt. Maar deze antwoorden zijn raadselachtig en zorgen slechts voor tijdelijke bevrediging. Een bevrediging die er alleen toe dient dat het hart van de mens zich beperkt tot de fysieke wereld. De mens heeft het gevoel dat hij de antwoorden reeds van de wetenschap heeft gekregen. Dus wat voor kwestie zich ook voordoet, hij zal proberen ze te bewijzen of accepteren op basis van zijn wetenschappelijke denkbeelden. Het hart van de mens wordt bezeten door wetenschap en wordt door de wetenschap verleid tot een punt waarop de mens niet meer in staat is God te kennen, God te aanbidden en te geloven dat alle dingen van God komen en de mens naar hem moet opkijken voor antwoorden. Is dat niet waar? Hoe meer een persoon in wetenschap gelooft, des te absurder hij wordt en des te meer hij gelooft dat alles een wetenschappelijke oplossing heeft en dat onderzoek alles kan oplossen.
Zulke personen zoeken God niet en geloven niet dat Hij bestaat. Zelfs mensen die God vele jaren hebben gevolgd, zullen in een bevlieging bacteriën gaan onderzoeken of informatie opzoeken voor een antwoord op een bepaalde kwestie. Zulke personen kijken niet naar de kwesties vanuit het perspectief van de waarheid en in veel gevallen vertrouwen ze liever op wetenschappelijke denkbeelden en kennis of op wetenschappelijke antwoorden om problemen op te lossen. Ze vertrouwen niet op God en zoeken God niet. Hebben zulke mensen God in hun hart? Nee. Er zijn zelfs mensen die God op dezelfde manier willen onderzoeken als dat ze wetenschap bestuderen. Zo zijn er bijvoorbeeld vele religieuze experts die op zoek zijn gegaan naar de plek waar de ark na de zondvloed strandde. Ze hebben de ark gezien, maar in de verschijning van de ark hebben ze het bestaan van God niet gezien. Ze geloven uitsluitend in de verhalen en de geschiedenis. En dit is het resultaat van hun wetenschappelijke onderzoek en studie van de fysieke wereld. Als je materiële dingen onderzoekt, of het nu microbiologie, astronomie of geografie is, zul je nooit als resultaat vinden dat God bestaat of dat Hij over alles heerschappij uitoefent. Klopt dit? Ja. Dus wat doet wetenschap voor de mens? Verwijdert het de mens niet van God? Staat het niet toe dat mensen God bestuderen? Laat het mensen niet sterker twijfelen aan Gods bestaan? Ja. Dus hoe wil Satan gebruik maken van wetenschap om mensen te verderven? Wil Satan geen gebruik maken van wetenschappelijke conclusies om mensen te bedriegen en te verlammen? En wil hij geen dubbelzinnige antwoorden gebruiken om de harten van de mensen in zijn greep te houden, zodat ze niet op zoek gaan naar of geloven in Gods bestaan? Ja. Dit is de reden waarom we zeggen dat dit een van de manieren is waarop Satan mensen verderft.